artist in every man. Die hebben het wel heel erg door geëxen en accelereerd. Waarom Jack? Ja, Jochem. Rubens. Rubens, dat is toch dat is heel erg oud, al dan niet nepnieuws. ja, dat kan je zeggen bij de van alle kunstenaars. Ik weet niet of ze daar aan het Boymans blij mee zijn dat je deze woorden bezigt. Scherm maar kijken. Natuurlijk. Maar goed, wij hebben in ieder geval geprobeerd Boymans in een nieuw jasje, ofwel een schoentje te steken. In een nieuw shirtje. En een nieuw shirtje te steken. Een nieuw overhemdje. Ja, overhemdje. Ja, klopt. En schoenen zelfs. Wat in de etalage. De laatste nieuwsgaringsfeiten. Ja. Waar we achteraan liepen, dat was dat Van Gogh in de schoen verwerkt werd. Dankjewel. Je bent hier ook nog geweest met de zandschoen. Ja. Je bent een keer aan huis. Dat is oud nieuws. Kom op nou. Hou nou even een beetje 17 deels. De mooiste schilderijen van Rubens, trouwens geen Rotterdammer, maar een Antwerpenaar, verwerkt niet alleen in schilderijen of shirts, maar onze key business, core business, de schoen. De Moskoloris schoen. Volgens goed Antwerps ontwerps. Ja, zeker. Antwerpen is eigenlijk gewoon ontwerpen, maar dan verbast het, hè? Ja. Nou, ze kunnen het wel. Sowieso. Maar hebben we wat met Rubens op of is het gewoon commercieel makkelijk qua extra parkaanslag? Nou, we hebben natuurlijk wat gedaan met de Markthal, met het Luxor Theater, met het Hotel New York. En Boymans mag natuurlijk in het rijtje niet ontbreken. En Boymans is erg trots op deze tentoonstelling. Wij vonden het ook een mooie kapstok om eindelijk wat mensen te gaan doen. En om deze oude meesterwerken op een moderne schoen te zetten, brengt een heel mooi product voort. Dus wij zijn er wel blij mee. Een Rembrandt, een Van Gogh is er dan al, ja, maar Vermeer, wie ook alweer, collectie naakt? Wat dat betreft zijn we niet zo kritisch, nee. En welk schilderij, want dat weet je dan natuurlijk uit je hoofd, heb je dan hier er weer op verprint? Nou, ik heb een college gekregen bij de opening van de tentoonstelling van de conservatoren van het Prado en van de Boymans. Maar helaas ben ik nog net zo'n slechte student als 10 jaar geleden en dan vergeet ik alles weer. Je weet helemaal niet wat je aan het verkopen bent, zo'n wat. Nee, maar het is wel mooi. Ja, sowieso. Ja. En lekker vol op de jeus natuurlijk. Allemaal van die cherubijntjes en van die ja, koepeljes erop. Er staan er 2 schaars geklede dames op, maar die moet je goed zoeken. Ja, want je hebt het wel besmuikt willen houden eens een keer ter verandering. Tuurlijk, ja. En hebben we daar nog andere variaties van en voor op thema door geaccelereerd? Nee, eigenlijk niet. We hebben één Rubens schoen en een Rubens etalage. En dat gedurende de hele expositie in het Boymans kan je die hier bewonderen. En volgens mij draag je Rubens bril ook af. Ja, vind je mooi? Nou, hij heeft wel een beetje Litouwse-achtige trekjes. Ook een icoon. Ciao. Even gewoon een elleboog hier, want je hebt weer vieze klauwen natuurlijk van het lijmen van de schoenen van je. Nog wat toevoegen, CQ af te dingen? Tot snel allemaal. En jij weer aan je ezel. Even weer nieuwe ontwerpen gaan herver beschilderen. Als een bus. Als een bus. Mag ik weg? Sterker nog, je moet weg. Ja, tot ziens allemaal. Bedankt, Jack. Insgelijks weer een keer. De shirt hangt de kaartje nog aan, hè? Dat je niet zo naar buiten loopt. Dat is nieuw. Dat is een wissel shirt. Ze kopen nu dus ook een shirt met Rubensiaanse zweetplekken. Ja, van de maker himself. Nou, hoe mooi is dat?